Een paar weken geleden in de zomer, toen ik op een, ja, het was heel vroeg 's morgens en ik zat in mijn auto in Gent. Ik ben heel hard beginnen huilen, maar het was niet huilen van verdriet, het was huilen van opluchting. En wat was die opluchting? Dat ik net buiten kwam bij de gynaecoloog en dat hij tegen mij had gezegd: mevrouw Rutte, u bent in de overgang. Een jaar lang kampt Gwendoline Rutte met kleine kwaaltjes die samen een grote vormen. In die mate dat de 48-jarige politica de controle over haar eigen lichaam lijkt te verliezen. Ik kon mijn eigen lichaam niet meer vertrouwen. En op de duur begon ik te denken: beeld ik mij dit nu in? Jarenlang geen hoofdpijn gehad en plots terug geveld zijn met hoofdpijn. Haarverlies, verschrikkelijk. Hè? Ik zeg het allemaal kleine, ambetante dingen die allemaal tezamen u op de duur doen twijfelen aan uzelf. De diagnose, de perimenopauze. De overgang richting de menopauze. En dat is zoveel meer dan het cliché van de zogenaamde vapeur of opvlieger. Dus het wegvallen van die hormoonproductie is iets dat begint rond de 50 jaar en dat blijft voor de rest van uw leven. Dus in dat opzicht is er nog een nood aan informatie, dat de mensen zeggen: kijk, heeft u warmteopwellingen, heeft u stijfheid van de spieren, slaapt u minder goed, hebt u de indruk dat je wat bijkomt in gewicht, loopt je niet zo lekker, hebt je wat droogheid vaginaal, is het zo dat je inderdaad ook bepaalde dingen vergeet, dat noemt brain fog. Dat zijn zaken die typisch te wijten zijn aan hormonaal tekort. Gwendoline Rutte startte een behandeling met natuurlijke hormonen en na een week verdwenen de ongemakken. Dat is de boodschap die ze vandaag wil meegeven. Je kan er iets aan doen. En alle mogelijke taboes rond de menopauze moeten de wereld uit. Van de 2,3 miljoen vrouwen op de arbeidsmarkt, dat zijn cijfers van 2021 denk ik, is er een miljoen boven de 45 jaar. 1 miljoen vrouwen maken dit op dit moment mee of gaan het de komende jaren meemaken. Sommigen gaan er niks van merken, anderen gaan er hele zware gevolgen van ondervinden en al de rest zit er ongeveer een beetje tussen. 1 miljoen. De vrouwen die in de menopauze zijn en klachten hebben, die behoren tot de groep met het meest absenteïsme, met het meest burn-out. En dan hebben we ook gezien in diezelfde populatie dat vrouwen die wel worden behandeld in de menopauze, dat die van de slechtste leerling naar de beste leerling evolueren. Als ze goed behandeld worden, minst absenteïsme, minst burn-out, minder dan de referentiepopulatie die altijd de jonge mannen zijn. Daar zit volgens de professor en de politica het grotere maatschappelijk belang. Een snelle diagnose met een goedkope behandeling kan veel toekomstige problemen voorkomen. Het zou niet slecht zijn in de les biologie dat er nog een keer gesproken wordt dat we, ja, van onze maatschappij zijn vrouwen die uiteindelijk een derde van hun leven in de menopauze zijn. Dus dat een les menopauze zou zeker geen onnuttig iets zijn. En dan heb je natuurlijk de gezondheidszorg in ons land. Ook daar, er zijn behandelingen mogelijk. Is er daar voldoende ondersteuning? Maak het mogelijk om daarover te spreken op de arbeidsmarkt. Weet ook, soms zijn het kleine aanpassingen. Hè? Dat is gewoon een beetje, hoe zal ik het zeggen, van goede wil zijn naar elkaar. Rutte voelt zich naar eigen zeggen opnieuw de vrouw die ze was. En ze roept al die andere vrouwen en mannen op om het thema vooral bespreekbaar te maken. Voor die vrouwen die er vanaf zijn met een vapeur, die wens ik het allerbeste. Zoveel te beter voor hen, maar weet dat er heel veel andere vrouwen zijn en heel veel vrouwen die erover zwijgen, die dat kruis alleen dragen, die het gewoon vaak niet weten wat hun overkomt. En ja, voor al die vrouwen zeg ik van, kom aan, hè. Kom er maar mee naar buiten en er is iets aan te doen. Het is een boodschap van hoop. Je hoeft dit niet lijdzaam en alleen te ondergaan. Denkende van, ik moet hier afscheid nemen van mijn leven of mijn lichaam zoals ik het gekend heb. Er is een behandeling en dan gaat de zon terugschijnen.